Het is de Von Gerekenstraat. En de Von Gerekenstraat is vernoemd naar de uitvinder en jurist Von Gereken. Hij heeft 360 jaar geleden voor het eerst in het openbaar vacuüm-experimenten gedaan met halve bollen. En dat gaan we vandaag hier herhalen. Je ziet nu al het wijzertje dalen en dalen. Zie je wat die meter doet daarmee? Ja, het, nogmaals, het duurt even voordat alle lucht eruit is. En op een gegeven moment dan is toch de buitenluchtdruk in staat om dat ding met een enorme kinderen dus omhoog gaan, een klein stukje. Ja, hou je voeten maar omhoog. Wat zijn dit, meneer? Dit zijn Maartenburger halve bollen, meneer. Alleen zijn ze aan elkaar gezet, anders toont het helemaal niet. Maar kijk eens hoe ze lopen, daar gaat het om. Ja. Dat komt hoogstwaarschijnlijk op het halve